Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik iedere keer zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zou je niet naar een wellness retreat gaan? Hello Me heet deze retreat en vandaag zijn Ruth en Lady Anne bij me. Ze gaan me er alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Ruth, hi Lady Anne. Hi. Hoe gaat het met jullie ladies? Gaat lekker rustig. Ja? Yes. Ja? Gaat lekker. Jullie zijn weer terug. De eerste keer heb ik jullie apart ontmoet, maar nu zijn jullie een dynamic duo hoor. Want ik zie jullie langs gaan op Facebook en jullie hebben jullie tweede retreat gepland. Yes. Hello Me. Mm-hmm. So tell me everything about it. Wie gaat beginnen? Dus het is begonnen met een paar jaar geleden met bondskanker. Dat ik aan het eind van een traject een retreat deed voor dames. En zo verder een paar jaren achter elkaar gedaan. En vorig jaar, na een emotional healing day waarbij Lydian aanwezig was, zei Lydian van you, wat als je hetgeen dat je in de emotional healing day combineert met Hello Me. En ik heb ook echt een heel leuk kaartenspel om mensen lekker los te krijgen. What if we combine our powers? En ik zei van, say less. En zo is het gestart. Dit is de tweede keer dat we dit doen. Mm-hmm. Vorig jaar in november was het de eerste keer. Ja, ik zag de aftermovie. Ja, dat is echt superleuk. En mm-hmm. Watch out world, want we gaan ook naar het buitenland. Pas nog, de eerste retreat gaat om Curaçao. Dus we're getting ready for more. Nice. Dus Hello Me 2.0 is op de wacht. Nee, dus jullie zijn lekker bezig geweest. Ja. Voor de mensen die nog niet weten wat de Hello Me retreat inhoudt, dat is niet de eerste keer. Misschien kunnen jullie daar beide ook gewoon even over vertellen. Oké. Ja, misschien kan ik aanvulling geven daarop. Hello Me retreat is ontstaan doordat we die samenwerking zijn aangegaan. Hebben we dus naar een naam gezocht. En ik zei, hey, dit wat we doen voor de vrouwen is eigenlijk thuiskomen bij jezelf. Want heel vaak zijn we dan bezig met alles en iedereen, vooral bij de vrouwen. We take care of our spouses, we take care of our families, de mensen om ons heen en carrièrevrouwen als ik. Let ik wel echt eerst op de bedrijven voordat ik op mezelf let. En dat was dus ook gewoon een les voor ons, terwijl we bezig waren daarmee dat we need to practice what we preach. Ja. Dus ook van Ruth heb ik geleerd van, hey, voordat we die retreat doen, ga een beetje opschonen in some sense. Of ga even tot rust komen, doe een massage, doe anything. Want we gaan bezig zijn met mensen, hun energie. En hoe het basically tot stand is gekomen, is doordat we gewoon besloten om het te doen. En het is eigenlijk een samenvatting van verschillende activiteiten, oefeningen, exercises. Ruth is een certified life coach, dus zij handelt dat gedeelte. En ik handel dan het operationeel gedeelte met content creatie. Dus echt, zoals je zei, de dynamic duo. Mm-hmm. Alright, nice. Jullie hebben elkaar gevonden. Jullie hebben jullie eerste gehad. Jullie zijn zelfs overseas gegaan. Jullie hebben daar al een retreat gehad. En jullie zijn terug voor de derde keer. Het is niet eens zo nice to do twice. Het is gewoon voor de derde keer. Er is gewoon iets gestart en jullie gaan door. Wat gaat er deze keer dan gebeuren? Zoals Lilian zegt, het is echt een actie van thuiskomen bij jezelf. De eerste avond zijn we echt gewoon bezig met het opschonen van opgekropte emoties. Ik geloof er heilig in. Er is een gezegde: wanneer je hoofd clear is het makkelijk om beslissingen te nemen. Is het makkelijk om te zien wat er aan de hand is. Dus de eerste avond focussen we dan op met somatische healing oefeningen. Mm-hmm. Om op wat te schonen. Wat is somatische healing? Wat energie opgekropt. Dat gewoon vast zit. En als je toch bijvoorbeeld, laten we zeggen, je hebt een meeting. En het gaat echt averechts. Maar je weet, je kan niet losbarsten op het ogenblik. Je houdt hem vast. Nee. Je gaat naar huis. Je kinderen gooien een hele tantrum. Je kan niet barsten. Je houdt hem vast. Oh. Je partner. Nee, kijk. Ik heb geen kinderen. Je partner komt thuis. Ook een lange dag gehad. En die heeft gewoon iets van, weet je wat, op dit ogenblik kan ik niet praten. Maar, en dan heb je echt zoiets van, maar dan hoe laat kan ik dan uiten wat ik moet uiten? Ja. En soms
gebeuren er andere zaken waardoor we dat aan de kant zetten. En ik heb letterlijk gehad waar carrièrevrouwen zeggen, ik heb geen tijd om die emoties te uiten. En dat is een van de grootste leugens die we aan onszelf vertellen. Mm-hmm. Tijd maak je. That's one. En spirituele hygiëne is ook belangrijk. Very important. Ja. Lydian zei het, en jij zei het net weer, carrièrevrouwen. Ja. Is deze retreat speciaal getarget voor carrièrevrouwen? Stay-at-home mom is ook een carrière. Dus wanneer ik zeg carrièrevrouwen die werken. Maar working doesn't necessarily make it a career. Nee, klopt. Maar it is, you make a career out of... Ja, het is een fulltime job. Het is een fulltime job. Zolang je bezig bent met een fulltime job, als het nou is, stay-at-home mom, een bedrijf runnen, mm-hmm. een side hustle hebben, je ouders helpen in een bedrijf. Mm-hmm. Je bent bezig te werken. Je bent bezig met heel wat om je heen. En heel vaak ben je minder bezig met jezelf. True. Ja. Dus het is eigenlijk voor iedereen. Voor elke vrouw die bezig is iets te doen. Ja. Maar not necessarily, want zeggen dat het een carrièrevrouw is, mm-hmm. is toch wel... Wanneer is het? Waar wordt het gehouden? Is er een age gap? Want stel ik ben 16 jaar. Ik ben 12 jaar en ik heb iets bedacht. En het is my career. En ik werk al. Mag ik erbij zijn? We hebben wel liever 21 plus. Mm-hmm. Is 12 april tot 14 april. Mm-hmm. En het is ergens op highway. De exacte locatie verklappen we vanwege privacy. En ook veiligheidsredenen niet. Makes sense. That's very nice. Je hoort dat niet vaak, want iedereen wil altijd zeggen waar alles is. Ja, so. Ik snap dat. En ik snap ook wat de charme ervan is. Mm-hmm. Maar met de naam die we hebben gemaakt, weet men dat ze erop mogen rekenen dat we altijd een hele leuke en mooie locatie hebben. Alright. En veiligheid. Nou, we weten al wanneer het is. Mm-hmm. We weten dat het een prachtig weekend zal worden. Maar voor een prachtig weekend moeten we soms toch wel iets neerzetten. Yeah? Het is een investering in jezelf. But how much would the investment or will the investment be? What cost it? Maar zo vroeg ik het. Oké. We hebben aan ieder gedacht. Yes. We hebben aan elk budget gedacht. En ook om de mensen die niet kunnen overnachten. Dus blijf je alleen vrijdagavond. Waarbij we lekker meer bezig zullen zijn met het opschonen van opgekropte emoties. Mm-hmm. En natuurlijk ook lekker eten, wijntje drinken, want dat hoort altijd erbij. Mm-hmm. Zeker weten. Yes. Salut. Dan betaal je $35. Mm-hmm. En dat zijn voor die mensen, die bijvoorbeeld hun kinderen niet alleen thuis of niet bij de oppas willen laten. Mm-hmm. En die moeten dus dan terug, ze kunnen niet overnachten. Dat zijn dus voor die mensen. Right. Yes. Ja. Zeg je van, vrijdag lukt niet, maar zaterdagochtend wel. Waarbij we de ochtend starten met een lekkere Pilates-sessie. Hey. Dan betaal je van voor die ochtend tot die avond. En dan is het je ontbijt, je lunch, je dinner en alle andere fijne sessies eromheen. $100. Zeg je, ik wil de full experience, mm-hmm. want... Denk eraan, je gaat niet eens een bord wassen, hè? Als je wil. Dat moet ik hier zijn. Snap je? Want alles wordt lekker gewoon voor je gedaan. Je komt gewoon om lekker weer tot jezelf te komen. Zeg van, de full experience wil ik hebben, betaal je $270. Dat is 2 nachten. Ja. Zeg je, ik kan 1 nacht komen en ik kom vrijdag en zaterdag en dan ga ik rustig naar mijn huis. Mm-hmm. Want ik kan mijn kindjes niet te lang alleen laten. Mm-hmm. Of ik heb andere zaken die ik moet doen op zondag of zaterdagavond. Dan betaal je $170. Heb ik allemaal? Ja, allemaal. Okay. Yes. Even fact checken. Yes. Ja. Nee. We hebben echt aan iedereen gedacht. Yes. We hebben wel gemerkt dat heel vaak dat people cater to één doelgroep wanneer het komt tot de vrouwen. Mm-hmm. En wij wilden echt dat iedereen de kans krijgt om
ja, aan zichzelf te werken. Dus vandaar. Ik vind het leuk dat jullie dit doen en blijven doen. En gewoon doorgaan. Want ik, nogmaals, ik heb de aftermovie gezien van de laatste die gehouden hier was. En ik keek naar de expressie van die vrouwen. En it looked like they really had a good time. Heel authentiek. Jullie zien er beide ook super enthousiast uit. Yeah. Dus ik wil alvast heel veel succes wensen met deze retreat die jullie gaan doen. En ik ben benieuwd, want als we zo doorgaan, zie ik jullie de volgende keer weer. Ja, zeker weer. Zeker weer. Je bent ook wat... Maar daarom hebben we passend aan. Ja, dat is natuurlijk een deel van ons. Ja, oké dan. Je bent welkom. Oké, goed. Thank you. And thank you for being here and thank you for doing this. Graag gedaan. Heel graag gedaan. Vanuit het hart. Ja? Oké, perfect. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag waren Rut en Lydia bij mij in de studio en ze hebben voor de derde keer hun Hello Me retreat. Zoals jij als vrouw thuis zit en denkt van hey, ik wil even dichter bij mezelf komen. Ik heb wat tijd voor mezelf nodig. Ik wil mezelf tracteren. Dan is deze retreat gewoon helemaal geschikt voor jou. Het is op 12 april tot en met 14 april. Dus een heel weekend. Totally catered to you. Dus wacht niet langer. Ga naar de Facebookpagina genaamd Hello Me. Registreer je snel. Er zijn verschillende pakketten. Ze denken aan alles en iedereen. So sign up and get closer to you. And remember, your time plus my time is Q time. We hebben al flink gebabbeld vandaag. Dat is mijn vriend. Tell us your most embarrassing poop story. Listen. Alles in de liefde, alles in de rust. Want het is je sterkste magic power. Je kan alles daarmee bereiken. Wanneer mensen gemeen tegen je zijn, dat ding, kill people with kindness, het is niet iets geks. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.